Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij The Hunter Call of the Wild. De vorige video vonden jullie hartstikke leuk, dus daar wil ik jullie allemaal heel erg voor bedanken. En ik dacht, nou weet je wat, dan doe ik gewoon nog een keertje The Hunter Call of the Wild. En we gaan natuurlijk binnenkort ook weer verder met Airport CEO. Welkom jongens in Yukon Valley. We waren de vorige keer in een nieuwe map te Awore National Park, als ik het goed heb. En vandaag zijn we in Yukon Valley. Dit is toch wel mijn meest favoriete map. Als ik heel eerlijk ben, het stikt hier van de dieren en het is hartstikke druk. De muziek is mooi, maar we gaan het zien. Ik heb al mijn wapens en al mijn spullen heb ik al klaar. En we gaan gewoon eventjes kijken of we lekker wat kunnen schieten vandaag. Ik heb mijn rifle meegenomen. Mijn shotgun natuurlijk. En er is hier trouwens een beer in de buurt. Ik weet niet waarom. Maar ik stond net hier en het liepen al in één keer allemaal dieren langs meer. Dus dat is op zich wel grappig. Laten we eerst eventjes wat zooi op doen. Want je hebt hier namelijk ook wolven, daar moet je voor oppassen. Ik weet, volgens mij was dat hier. Er was een plek ergens. Voor mij was dat hier. Er zit in ieder geval ergens een beest naar mee te loeren. Ik weet niet wat het is, maar er was dus ook een plek, er was een kale vlakte, zeg maar. En als je daar naartoe ging, dan had je alleen maar wolven. Dus dat is ook spannend. Ik zie daar trouwens wat lopen. Ik zie daar een black bear, maar die is level 2, dat is een vrouwtje. Dat kunnen we op zich wel doen, maar ik heb liever eigenlijk een mannetje. Want ten eerste, dat levert ons mooi wat geld op en het levert ons ook een diamant. Of tenminste, een ding is op, hoe heet dat? Een medaille, zo. Er zit hier vlakbij iets, ik weet niet wat het is. Ik kan ook best zijn dat die gebeurd is hoor. Maar ja, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de support op de vorige de Call of the Wild video. Jullie vonden het hartstikke leuk. Nou, en daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee, want ik vind het ook een geweldige game. En 16 augustus komt er een nieuwe game uit. Die ga ik ook streamen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar, waar zit die beer dan? Is die aan het slapen of zo? Hij is vlakbij. Het lijkt erop dat hij aan het slapen is. Maar dit is volgens mij geen beer. Is dit geen puma wat je nou hoort? Ik kan me herinneren dat het een puma was, het geluid. Dat is wel een beer. Ik heb trouwens niet, ja op zich, dit pakje kan wel. Waar lopen we vandaag heen? Nou, ik wil allereerst in ieder geval even dit wagentje meenemen. En dan kunnen we altijd nog eventjes ergens anders heen als we hier niks tegenkomen. Het is ongeveer 6:30, dacht ik, in de game. Ja, 6:30, dat is mooi op tijd. Dat is de beste tijd in de ochtend om op dieren te jagen. Alleen, moeten ze natuurlijk wel zijn. Kijk, en we kunnen natuurlijk ook gaan zoeken. Hè? We hebben hier bijvoorbeeld de Rocky Mountain Elk. Is hier van 4 tot 5:30. Nou, dat is al te laat. We hebben hier de Mountain Lion. 6:30 tot 8:00. En de Muldeer van 9:30 tot 10:00. Dus als het goed is, moet hier nou de Mountain Lion zijn. En ik denk dat we die horen. Mountain Lion is gewoon een puma. Of hij is aan het slapen, of hij is aan het drinken. Zit hier een slaapplek bij? Rocky Mountain Elk tussen 5:30 en 5:00. Dus er moet hier ook Rocky Mountain Elk zijn. Oh hier, je hebt er zelfs. Hier, de Rocky Mountain Elk zijn er al. En een beer. Als we een Rocky Mountain Elk doen, dan moeten we natuurlijk wel een mannetje hebben. Want die beer. Waarom worden ze nou allemaal boos? Omdat die beer gaat staan, zeker. Ik zie geen mannetje, ik zie alleen maar vrouwtjes. Dat is wel jammer. Die beer ziet er wel gaaf uit trouwens. Ja, we hebben geen dinges meer. Wat we wel kunnen doen. We hebben natuurlijk een automatisch wapen. Dus we zouden, als we geluk hebben, zouden we meerdere dieren tegelijkertijd kunnen schieten. Dat is mogelijk. Maar dan wil ik in ieder geval even die beer hebben. Maar dan moet hij zich even omdraaien. Trouwens, ik heb ook. Heb ik die nou vast? Nee, ik heb namelijk de Elk Caller.
Zet ik even op 4. Als het goed is gaan ze zo meteen schreeuwen. Dan komen ze mijn kant op. Kijk, die beer die staat in principe nog goed, dus we zouden het kunnen schieten. Maar eigenlijk, wat ik dan het liefst wil, ik hoop dat dat kan en dat ik niet te veel lawaai maak. Even mijn stoeltje neerzetten. Want dan... Kijk, daar schrikken ze van, zie je dat? Maar dan pak ik wel even die beer. Prijsschieten is dit, jongens. Die beer was wel in één geraak. Alleen waar die mountain lion is. Ik word er helemaal wild van. Wat is hij toch allemaal aan het doen? Want ik zie hem ook niet. Nou ja, maakt ook niet uit. We hebben in ieder geval de beer te pakken. Het is wel een vrouwtje, dat hebben we wel. Dat is wel jammer. Maar in ieder geval iets waar we wel wat aan hebben. Even laden. Ja, maar dit is wel een heel fijn wapen hoor. Die ik nou heb. Ik heb zelf ook de M1. Die kennen jullie wel als die op is. Als de clip leeg is hoor je pling. Dan springt hij eruit. De M1 Garand. Dat is ook een heel fijn wapen. Maar ja. Hier kun ik behoorlijk snel mee schieten. Dat is toch wel heel erg prettig. En als het goed is hebben we nu. Kijk, het is nu een klein beetje paars. En hoe paars het wordt, des te eerder gaan alle voerzones et cetera weg. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. En omdat ik natuurlijk op een stoeltje zat, dan wordt dat verminderd. Dan wordt het niet zo snel geel. Of paars moet ik zeggen. Wat je hier bijvoorbeeld ziet. Dit moet nog allemaal langzamerhand wegtrekken. Maar ja, we hebben in ieder geval hier een beer. Zilver. Is ook altijd leuk. Het is alleen jammer dat het een vrouwtje was. Maar goed. Wat ik kan me herinneren. Ik weet niet meer precies waar dat was. Voor mij was dat ook dit meertje. Of hier was dat volgens mij. Hier stikt het van de dieren. Dus dat kunnen we straks ook nog wel eventjes zien. Maar ik vraag me af waar die mountain lion is. Want die zit de hele tijd te schreeuwen en te grommen. Dus ik loop een beetje die kant op. En dan gaan we eens even kijken of we hem tegen kunnen komen. Kijk, daar is die. En het is een level 7. Die zit dus de hele tijd te grommen. Maar die is best ver hoor. 313 meter. Wow, dat wordt nog een lucky shot. Hij is wel level 7. Hè? Dat is wel heel... heel mooi, maar als we eens even gaan kijken, hoeveel weegt hij ongeveer? Tussen de 67 en de 86 kilo. Dus als we even naar wildlife gaan. En dan de mountain lion. Mountain lion, mountain hare, mountain goat, moose. Lion, nee, we moeten de mountain lion hebben. Waarom staat hij er niet tussen? De puma. Dat is dan die we niet hebben. Waarom? Of kijk ik er gewoon. Meridian Turkey, Mexican Bobcat, Moose, Mountain Goat, Mountain Hare, Mule Deer, Pronghorn, Puma, Grey Wolf, die zit hier ook. De Grijze Wolf, die zit hier. Fellow Deer, European Bison, Coyote, dat is hem ook niet. Oké, dat is een beetje apart. Kijk, maar dan kunnen we namelijk zien hoe zwaar die ongeveer wordt. Eurasian Teal, Gansbok Golden Eye, Grey Fox, Grey Leg Goose, Grizzly Bear, Harlequin Duck, Hazel Grouse, Iberian Wolf, Iberian Mufflin, dat is hem ook niet. Mexican Bobcat, Moose, Mountain Hare, Mule Deer. Ja, voor mij is het gewoon een puma. De puma, also known as the Cougar, Catamount or Mountain Lion, among 14 orders names in English, the largest of the small cats belonging to the genus puma. The puma's height can climb to nearly 1 meter and it can often weigh over 100 kilos despite averaging more closely to 70 kilograms. Pumas are incapable of roaring but do make several growling and purring sounds, in addition to going iconic shriek. Pumas are able to
capacitate and kill full-grown cows, deers and other medium-sized animals, but are rare. They are rarely spotted in the wild by adventure or trackers due to their secretive and elusive nature. Ze kunnen wel tot 100 kilo zwaar worden. Dat is best behoorlijk. Ik ga mijn best doen. Of ik hem kan pakken of niet. Ik ga mijn best doen. Oh, gaat hij net lopen? Ja, dat is een beetje lastig. Oké, hij staat stil. Was die raak? Nee, hij was niet raak. Oeh, die was bijna raak. Hoppakee, blokje heeft hem hoor. Alright. Level 7 in één keer, dus dit kan nog wel eens een hele leuke medaille opleveren. Nou, laten we er eens even heen gaan. Alright, er zit nog een mountain lion hier. Ergens in het riet. De Rocky Mountain Elks zijn daar. Dat is ook een vrouwtje. Maar dan moet hier nog een mountain lion zijn ergens. Ik kan hem alleen niet zien, want hij zal wel in het riet zitten, denk ik. Want langs het water is altijd een goede spot om dieren te schieten. Maar ja, wij zaten dus in die toren. Daar zaten we net. Dus we hebben helemaal aan de overkant van het water hebben we geschoten. Dat is best netjes. Alleen, nou is de vraag, heb ik hem door de kop ingeschoten of heb ik hem door het hart of de longen geschoten? Het moet door de hart of door de longen als jij een goede score wil hebben. Als jij door de kop inschiet, dat gaat van je score af. En ik weet het niet. Het zou best kunnen zijn dat ik hem pogelijk door de kop in heb geschoten, wat niet de bedoeling is. Hier, daar loopt hij. Level 6, die wil ik ook hebben. Hup, die is ook niet, hè? Hartse vlats! Blokjes on fire! Daar loopt er nog in. Of niet? Oh, die is nog maar level 3. Maar die is ook leuk. Mag ik die ook hebben? Was die raak? Ja, die was wel raak, maar niet heel goed. Alright, eens even gluren. Ik wil eerst even een foto maken. Mocht dit een hele goeie zijn, dan wil ik die natuurlijk even hebben, natuurlijk, hè. Hé, hey, weer een mountain lion. Oh, maar daar staat vrouwtje, denk ik. Daar staat vrouwtje. Ik wil eerst even een foto maken. Zo. Eens even gluren. Ah, het is zilver. Damage trophy organ. Ja, zie je. Helaas, ik heb hem wel een vital organ, maar omdat ik hem dus in het lever heb geschoren, is die maar zilver. Dat is jammer. Oh, dan heb ik alleen niet gezien van hoe ver ik hem had geschoren. Ja, die mountain lion en een vrouwtje, dat vind ik niet zo erg. Dan gaan we nu naar dat andere mannetje die we schoten. Die ligt hier ook ergens. Daar ligt hij. Laat die andere mountain lion maar lopen. Hoe hebben we deze gedaan? Deze was level 6. Er was iets minder gehoord. Ook zilver. En de score is fantastisch. We moeten minimaal 3900 punten hebben. Zodat hij diamond wordt. En we hebben maar zilver. Dus hij komt net 10 minder tekort. Dan was het gold geweest. Dan hebben we die ook. Kijk, nou is het hier dus hartstikke paars. Zoals je kunt zien. Omdat ik dus niet in zo'n hutje heb gezeten. En hier is de roze gloed al weg. Omdat ik dus in een toren zat. Even kijken. Waar is die Rocky Mountain Elk? Die liep ietsjes verder. Dus ik heb hem wel goed geraakt. Maar hij liep ietsjes verder. Hij was niet in één klap dood. Maar hij moet hier ergens liggen zo meteen. Want hij is niet ver gekomen. Als het goed is. Kijk, hier ligt bloed. Prachtig, dat geluid. Ik hoor wat. Oh, dat geluid, jongens. Prachtig. Is dat hem? Dat is een vrouwtje, toch? Er moet hier ergens een mannetje zijn. Kijk, daar is die. Dat wil ik eigenlijk, maar dan laat ik dat dan maar niet doen. Hij zit net daarin. Dat is verveeld. Doe maar terug communiceren. 3, 2, 1.
heeft er geen zin in. Maar hij moet wel even uit de bosjes komen, want ik moet hem natuurlijk wel goed kunnen zien. Waar is die nou? Oh, daar. Dit zijn mijn favoriete beesten. Rocky Mountain. Het zijn er ook twee. Level 3 en level 2. Kan ik ze niet alle twee schieten, maar dan moeten ze wel stilstaan. Ik wil het liefst die voorste hebben, want... Die zijn het... Die scoort wat meer. Hoi. Waar is dat andere mannetje? Daar. Was die goed raak? Dat was hem. Top! Eens even gluren. Het gaat lekker, jongens. Maar waar is die ene die ik al schoot? Waar is die gebleven? Het wordt hier helemaal paars, zie dat? Het moet ook weer niet te paars zijn, want dan gaan namelijk... de eetzone gaat weg. De drinkzone gaat allemaal weg. Dat moet je dan allemaal weer opnieuw gaan checken. Dat is wel een beetje jammer. Oké, dit is de eerste, denk ik, die we net hadden. Zilver, fantastisch schort. Kijk, het beste schort wat je kunt hebben. In de longen, in het hart en in de longen. Dus in de rechterlong, in de linkerlong en precies in het hart. Dit zijn de schorten die je moet hebben. En een elk moet dus 481 en 41 scoren voor diamonds. Nou, kan je nagaan wat voor een beest die je dan kan vinden. Goeiedag zeg. Wacht, laat ik heel eventjes weer de hut aanzetten. Maar zeg maar, voor mij heb ik er niks meer in zitten. Alright, dan moeten we eventjes die andere vinden. Maar er moet er nog ergens eentje zijn. Want we hebben er natuurlijk 3 geschoren. Dus er moet er nog ergens eentje zijn. Oh, die ligt daar verderop. Even kijken, deze die scoort... ook zilver. Ja, die was... kijk, deze was het beste. Het tweede schot was beter. Deze was... die had hem geschampt. En weer in de linkerlong, rechterlong en hart, hè. Niet door de kop inschieten, jongens. Niet doen. Dat is zonde van je scoren. Kijk, deze is alleen in de longen. En is ook zilver. Maar ja, we hebben toch al bijna 3000 euro verdiend. Moet ook. Alleen, dan zit ik even te denken, hè. Als het goed is, was het in Yukon Valley. Die is namelijk een plek. Dat is ergens hier in de buurt is een dood bos. In deze map. Er is een dood bos. En met dat dood bos, daar vind je dus alle wolven. Alleen, ik weet niet meer precies waar dat is. Het zou best kunnen zijn dat het hier was, hoor. Want... Maar dan kunnen we namelijk even op wolven jagen. Alleen, ik zal mijn god niet weten waar dat ook weer zich bevindt. Dit is allemaal mule deer, plains bison. Dit is trouwens ook een goede plek, deze twee. Ik wil straks ook wel even ingaan. Silver. Ik heb deze map bijna helemaal vrijgespeeld, zoals je kunt zien. Ja, toch blijft Yukon Valley mijn favoriete hunting reserve. Alhoewel, Silver Ridge Peaks is ook een hele mooie. Pronghorn. Meridium Turkey is ook leuk. Turkey schieten. Ik ga even op zoek naar de wolven. We zijn nu bij de plek waar heel veel dieren zitten. Hier begin je volgens mij ook. Kijk, je hebt hier namelijk hartstikke mooi uitzicht over 2 meertjes. Alleen het is misschien al een klein beetje te laat. Maar normaal gesproken stikt het hier van de dieren. Zo zien, als ik nou aan het opnemen ben, dat er niks te zien is. Maar ik weet niet meer waar dat door de bos ook alweer is. Ik heb geen idee. Maar ik weet zeker dat het in Yukon... Of was dat in... Wacht even. Of was dat ergens anders? We zijn nu in Yukon Valley. Of was het in Silver Ridge Peak? Ik weet niet meer waar dat is. Kijk, dit is een map waar alle dingen zijn. Rancho del Arroyo is ook leuk. Ik weet niet meer waar dat is. Voor mij is dat echt hier. Alleen ik moet even kijken waar dat is. Want dat is zo creepy. Dat is een helemaal bos wat helemaal is afgefikt. En dan stikt het van de wolven. Dat is hun leefplaats daar. Kijk, een bison. Is ook leuk. Is ook leuk om te schieten. Alleen ik heb daar het verkeerde wapen voor. En een beer.
Want ik kan me toch herinneren dat... Er is namelijk ook een map. Voor mij is dat Yukon Valley. Dan kan het nog wel eens sneeuwen. Dacht ik. Of was dat die... Ik weet het niet meer. Dat is al zo lang geleden. Kijk, daar staat ook beesten. Mieldier. Dan wil ik het mannetje waar Steffen kan. Die wil ik hebben. Dan schieten we die toch. Level 3. Iets hoger. Ze zijn zenuwfietsig. Iets hoger nog. Goed zo. Nou, sta maar stil. Hoppakee. Kijk, zo moet je schieten. In het hartje. Nou, eens even kijken. En die beer hebben we ook nog. Doen we die er ook mee. Die gaat ook neer. 25, 50, 0, 25 en poink dood. Nog meer beesten. Oeh. Is maar een level 3. Daarom zeg ik, het stikt hier van de dieren, jongens. Oh, dat was een slecht schot. Want je mag maximaal eigenlijk maar 2 keer schieten op een beest. Kijk, die is level 4. Shit! Hij is leeg. Die had ik toch geraakt? Nou, dat doen we maar nog een keer. Dan pakken we hem zo meteen wel. Dat levert ons weinig punten op. Hij is ook nog niet door trouwens. Kijk, en nu ik hier heb geschoten is die in één keer weer helemaal paars. Dus daarom moet je eigenlijk proberen als je gaat schieten. Ga dan of in een hutje of in een stoel of in een toren of zit of wat dan ook. Want dat levert minder paarse vlekken op, zeg maar. Ik denk dat ze wel dood zijn. Die beer hebben we natuurlijk ook nog. We hebben daar 2 beren. Of dat zijn de bizons. Oh god, 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 god. Alleen ik heb het verkeerde wapen voor de bizon. Een bizons hebben het zware kaliber nodig. En die heb ik niet bij me. Zilver. Kijk, daar staat er ook nog eentje. Maar dit is een fantastische plek, jongens. In de map Yukon Valley. Rechts van de map. Bij de 2 meertjes. Waar zag ik die nou? Daar. Dat is een pronghoorn. Dat is een muildier. Die je hoort. We kunnen nog even proberen of de... Ik weet het niet hoor, want het is hier behoorlijk paars. En helemaal achterin zie ik ook allemaal dieren. Oh nee. Dat is geglitcht de graphics. Kijk, daar is de muil... De muildieren zijn hier weer. Het zijn allemaal vrouwtjes. Maar er moet ergens één mannetje zijn. Alleen, ik zou me gewoon niet weten waar. Of nee, is dit nou Silver Ridge Peaks of zijn we over Yukon Valley? Dit is Silver Ridge Peaks, jongens. Ik ben helemaal bij Yukon Valley. Daar gaan we zo heen. Yukon Valley heb je namelijk dat dode bos. Ik wou zeggen, dit is Silver Ridge Peaks. Sorry, foutje. Dit is de map Silver Ridge Peaks. De rest van de map is een fantastische plek. En in Yukon Valley heb je dus een dood bos. Kijk, dan komen ze allemaal hier. En hebben we nog een mannetje in aanbieding? Nee, ze zijn allemaal vrouwtjes. Dat is jammer. Ja, die bieden ons daar helemaal niks aan. Alleen we moeten die elks nog wel even vinden. Want dat levert ons geld op. En dan kunnen we 2 manieren doen. Of we gaan lopend erheen. Of we gaan naar het huisje en we pakken een kwad. En dan gaan we ze op die manier opzoeken. Dat is ook nog mogelijk. Even kijken of ik hier iets zie. En dan gaan we even naar Yukon Valley toe. Want Yukon Valley is mijn favoriete map. En deze trouwens ook wel hoor. Hier stikt het van de dieren. Ja, Pronghorn level 2. Pronghorn level 3. Wacht, kijk of ik die vanaf hier kan schieten. Oh, maar die is level 4. Dan moet ik mijn andere wapen gebruiken. Deze. Was die goed? Nee. Oh!
Ja, maakt niet uit. We pakken even een kwart, want ik denk dat ze behoorlijk snel zijn geloven. Dan gaan we even kijken of we die elks kunnen vinden. En dan gaan we eventjes door naar Yukon Valley. X-catches. Let's go! Kijk of we ze kunnen vinden. Alright, het eerste elk heb ik gevonden. Oh nee, dat is die beer. Die hadden we ook nog. Whoops. Daarom moet je eigenlijk... Ja, brons. Daarom moet je eigenlijk altijd proberen om zo min mogelijk dieren tegelijkertijd te schieten. Want je raakt ze altijd kwijt. Even kijken. Dan moeten we het blauwe... Een blauwe spoor volgen. Want je kunt die kleuren kun je zelf aanpassen. Blauw spoor. Want daar ligt het bloed van die ene elk. Even kijken hoor. Kijk hier. En hier ligt nog meer bloed. Zie je dat? Dus laten we eerst even het blauwe volgen. Waar gaat hij heen? Die kant op. Ja, maar hij loopt toch weer terug, toch? Want hier heb ik hem geschoten. Hier links onderin heb ik hem geschoten. Toen liep hij daar door het water in. Ja. Maar we kunnen ook even dat... dat andere bloed even checken. Die is iets meer... Die? Very old. Ja, ik weet het. Dat is al veel te lang geleden. Even kijken. Blauw. Volg het blauwe spoor. Welke kant loopt hij op? Die kant op. Zo. Ja, dan moeten ze hier ergens zijn. Want ik denk niet dat hij dit lang heeft overleefd. Dan loopt hij hier naar links. Kijk, daar ligt hij. Dit is nummertje 1. Gold, kijk! Hoeveel verdienen we hier aan eigenlijk? 1003. Dat is niet slecht. En we hadden er nog eentje geschoten, alleen ik weet niet waar die is gebleven. Nou, weet je wat? Anders laat u het wel even. Dan gaan we nu gaan we naar Yukon Valley. En dan laat ik jullie even die wolven zien. Welkom op Yukon Valley. Die muziek hier is prachtig. En nou weet ik ook precies waar de, als het goed is. Moet ik even kijken hoor. Want Brightwater Flats, er is namelijk een plek met allemaal dode bossen. Was dat dit? Timbergold Trailhead? Nee. Crown Gold Wetlands. Waar was het door de kapotte bos? Ja. Hier heb je allemaal eenden, dat klopt. Hier stikt het ook van de dieren. Volgens mij was het deze, maar dat weet ik niet zeker. Ik ben benieuwd. Maar hier sneeuwt het ook nog wel eens. Dus dan is in één keer alles wit. Copper Rock. Nee, dit is het ook niet. Je hebt hier ook prachtige plekken allemaal. Nee, Copper Rock is het ook niet. Is het dan dit misschien? Wolf Heat Lake. Dit is hem. Waarom heet het anders het huisje Wolf Head Lake? Lake, zo. Het Wolvenhoofdsmeer. Klinkt eng. En als het goed is, kijk. Zie je? Hier is dat afgebrande bos. En hier stikt het van de wolven. Dan is het misschien wel leuk. Om het gewoon extra eng te maken. Voor mij leven er hier de Grey Wolf. Dacht ik. Nee, is de Grey Fox. Ik moet de Grey Wolf hebben. Dawn dusk and intermittently throughout the day. Klasse 5 en de Distressed Callers. Wat we dan gaan doen. Night Vision moeten we hebben. En dan moeten we eigenlijk, als het even kan.
ook de night vision scope hebben. Night vision scope, want dan kunnen we dat in het donker zien. En die hebben we nodig. En dan maken we het even donker. Rond 8 uur? 9 uur? Als het goed is, is het dan al donker. Ja. Ja. En lopen we het bos in. Ik moet even de night vision scope erop hebben. En de night vision binoculars. Het is nou een beetje. Kijk, dan kunnen we alles tenminste wat beter zien. En lopen we het bos in. Eens even kijken of we wat kunnen vinden. Nou, we hebben hier allereerst even een beer. En zoals je kunt zien, ben ik in het dode bos. Achter mij waren al wolven aan de gang. Het is ook volle maan, dus dat wordt ook gezellig. Alleen ik zie nog niet echt dat ik denk van, oh, daar zijn wolven. Daar is een grizzly bear, daar is een grizzly bear. De, moet hij ook ergens een vos lopen? Kijk, een caribou. Heb je ook. Die ligt hier ook. Alleen wolven zie ik nog niet. En als er geen wolven zijn, zijn er geen wolven natuurlijk. Dan doen we dat de volgende keer. Maar dit is wel een creepy plek, laat ik het zo zeggen. Met die dode bomen en het is donker en zo. En als we pech hebben, dan hebben we straks een hele wolvenroedel om ons heen. Er loopt nog een beer. Want ik had net wolven van, moet ik even kijken, vanaf welke kant kan ik lopen? Daar ergens. Daar kreeg ik wolven gehuld te horen. Maar tot dusver zie ik nog geen wolven. Ik wist wel dat het hier beren is. Oké, okay, daar is de vos. Daar is nog een vos. Alleen volgens mij kan ik die niet schieten. Ik heb de verkeerde ammo bij me. 243. Oh nee, kan ik wel schieten. Als ik wil. Kijk, wat dan het makkelijkste is, is denk ik om dit ding hier neer te zetten. In de hoop dat ze natuurlijk niet bang worden. En dan pakken we nummertje 3. En als het goed is, zie je er ook de nightscope op. Nee, dat zit er niet op. Dan moeten we daar ook even de nightscope op zetten. Nou wel. Kijk, en dan kunnen we ze wat beter zien. Als ik ze tenminste kan zien natuurlijk. Hè. Je hebt daar die beer. Daar loopt nog een. Daar loopt. Wat loopt daar? Daar is die caribou. Daar is een vos level 4. Hmm. Maar wolven nergens te bekennen. Misschien zijn ze, lopen ze gewoon achter mij hoor. Dat zou best kunnen. Maar we kunnen de volgende keer, als jullie nog een keertje willen dat ik dit opneem. Dan kunnen we de volgende keer gewoon hier jagen in Yukon Valley. Why not? Die caribou die ligt ook lekker te chillen. Daar is die beer. Ja, die beer is een vrouwtje. Dat hoef ik in principe niet te hebben. Maar waar zijn die twee andere vosjes die hier liepen? Zijn die al weg? En kijk, die vos komt deze kant op. Kijk, die zou ik al kunnen schieten als ik wil. Alleen er zijn natuurlijk wel de beesten een beetje weg. En deze scope wil niet zo ver inzoomen. Als ik die andere scope erop zet, dan kun je hem alsnog wel een beetje zien. Kijk, deze kan veel verder inzoomen. Kom even bij dat boompje weg. Koetje, koetje. Eigenlijk moet ik een boog bij me hebben. Want dan jag ik geen andere dieren weg. Maar goed. Daar is een moes. Oh, dat is die beer. Waar is die vos nou? Daar. Dat was de vos. Want op een gegeven moment, als je hier aan de rondlopen bent, al die wolven. Waarom word ik nou weer gebeld? Shut up! Als ik, als je namelijk hier aan het rondlopen bent, dan komen in één keer een stuk of 6, 7, 8 wolven, als je pech hebt, komen om jou heen staan.
En die ga je aanvallen. Dat is gevaarlijk. Waarom word ik gebeld? Laat mij, ik ben aan het opnemen. Als het belangrijk is, bel je me maar terug. Even kijken. Moord is buiten. Dan moet die hier ergens liggen, toch? Kijk, in het donker heb ik in elke map heb ik andere kleuren. Omdat het dan wat beter te zien is. Waar is die wol? Waar is die? Dat is die caribou. Ik hoor wat lopen. Of ben ik dat zelf? Waar is die vos? Hij zegt hier. Hier heb ik een. Oh, daar ligt hij. Kijk, in elke map heb ik andere kleurtjes. De nieuwe kleurtjes. Welke groen is diegene die ik nou aan het volgen ben. En blauw is een nieuw spoor. Omdat het hier nog wel eens sneeuwt. Wat je nou ook kunt zien, er ligt sneeuw. Is het nog wel eens lastig te zien. Als je bijvoorbeeld rood doet of zo. Dan heb ik er een andere kleur van gemaakt. Maar jongens, ik denk dat we er nou even stoppen voor vandaag. We hebben daar. Daar zijn we begonnen bij dat hutje. Oh, ik dacht even dat ik wat hoorde lopen. Als ik dit nog een keertje moet doen, laat weten. Ik zou zeggen, 200 likes, dan maak ik er weer een nieuwe aflevering van. Dan gaan we hier jagen op Yukon Valley. Misschien hebben we wel wolven tegenkomen. Mocht je dit natuurlijk een leuke video gevonden, mag je dat beloonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!